Yo jongens en meisjes, super chill dat jullie kijken naar onze vlog. Mijn naam is Wendel. En mijn naam is Lisa. En vandaag gaan we het hebben over iets vet belangrijks. Landbouw. Het is zo niet oké hoe wij de aarde uitputten. Daar wordt de aarde echt tante moe van. En steeds meer mensen hebben eten nodig. Dus dan moet je uit hetzelfde stukje grond meer voedsel halen. En wat krijgt de aarde daarvoor terug? Landbouwgif. Bestrijdingsmiddelen. Dat is zo niet oké. Oh, Wen, gaat het? Nee. Mais uit Amerika, een avocado uit Peru. Deze meiden hebben nog meer gevlogen dan wij deze vakantie. En in Amerika en Peru hebben ze bakken met water eroverheen gehad en allemaal gif in de grond. En jij bent hier niet vanwege de verticale landbouw, of wel soms? De verticale landbouw? Wat is dat? Wat is dat, Ben? Wat is... Mag ik het vragen? Weet je zeker dat je die gaat nemen? Hoezo? De herkomst is Brazilië. Ja, en? Weet je wel hoe vervuilend vliegen is? Neem gewoon een komkommer uit Nederland. Ja, verticaal gelandbouwd, scheelt ruimte en water. Doei doei! Hier verbouwen wij onze eigen groentes en kruiden. Zoveel chiller voor de aarde. Hier kunnen echte bacteriën gewoon lekker hun gang gaan. Eww, bacteriën, kapot hoor. Bacteriën zijn koud en hard en zo nodig. Als je handen maar wast, je weet zelf. Is hier mijn boeien. Wat? En mijn boeien. Boeien. Nu gaan we deze groentebakjes op elkaar stapelen. Verticale landbouw, scheelt water en gif. Horizontaal kan echt niet meer. Zo. Zo, en nu tant u lang wachten tot ze uitkomen. OMG! Kijk nou, al onze groenten en kruiden zijn gegroeid. Kolen biologisch! Eet uit onze eigen verticale moestuin. Als je verticale landbouw net zo vet vindt als wij. En als je dit een leuke video vond. Geef ons dan zoveel mogelijk duimpjes omhoog. En laten we gaan voor die 20 likes. Duimpjes!